Als de deur open gaat, start jij de timer. Die tweede deur, denk ik. Ja, maar. Ja, ja, dat kan. Oh, ze gaan rennen, ze gaan rennen. Ze gaan rennen. Oh, daar gaan ze, daar gaan ze. Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. Laat ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als we aan het doen komen. We gaan geld roven, jongen! Vandaag in Geldrovers weer twee nieuwe uitdagers, namelijk Masha van Beauty Gloss en haar man Gregor. Vertel het maar, wat is jullie uitdaging? Wij dagen jullie uit om zo snel mogelijk aan een tafeltje, restaurant, café, mensen weg te werken en zelf te gaan zitten daar. Oké, pittig. En voor hoeveel geld willen jullie spelen? 150 euro. Cool. Game on. Game on. De regels zijn simpel. Wie als eerste de stoel van een vreemde weet af te pakken, wint. Nou, Masha en Greg, wat is jullie tactiek? Het is lastig, hè? Maar weet je wat ik denk? We zijn natuurlijk net getrouwd, dus ik heb jou ten huwelijk gevraagd. Oké, we gaan niet faken dat je met een huwelijk vraagt daar. Nee, dat niet. Je bedoelt zeg maar dat we doen alsof dat het tafeltje is dat... Juist! Jij hebt me daar ten huwelijk, gevraagd. Ja. En we willen daar weer zitten. Mm-hmm. Ja, dat is ik. Mm-hmm. Oké. Teamwork, jongen. In de tussentijd hebben Martijn en Joost de stoelen uitgekozen die Masha en Greg moeten zien te bemachtigen. Masha, Greg, ik heb een plekje voor jullie uitgekozen. Als je met het tentje binnenkomt, je gaat gelijk naar links. Mm-hmm. Dan zitten daar drie hele brede, vriendelijke mannen te chillen op een bankje met een tafeltje. Hele chille stoelen. En die moeten van jullie worden. Oké. Wauw. Ja. Succes. Komt goed. Ja. 150 euro is het, hè? Ja. Een hele lastige 150 euro voor jullie. Drie mannen! Ja, joh, komt goed. Ik dacht, als het nou blauwe waren of zo, dan... Doe jas even wat meer open. Doe even normaal. Nee. Ik had gehoopt op een stel of zo, of dames. Of die denken altijd, oh wat lief, schattig. Komt goed. Gewoon heel lief doen. Okay. Komt goed. Oké, dan gaan we, schat. Ja. Oh. Ja. Oh, daar zit iemand op onze plek. Oh, dat is wel jammer. Gaan we dit gewoon even vragen? Ja, doe maar even. Hoi, hey, sorry dat we jullie storen, maar... We zitten nu in overleg. Je ziet één gast kijken van wat kom je doen. En ze lachen wel. Kan jij hier zitten? Ja. Ja. Zou dat mogen? Ja, daar hier. Ja? Super, dankjewel. Ah, dankjewel. Ja. Gaan we vast. Ja. Ah, dankjewel. Ze gaan heel direct naar de vrouw. Weg. Nee, hoe dan? We zijn een half uur bezig. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Ja. Ik heb jullie de tijd. Afgerond, 39 seconden. Ja. Hoe dan? Even serieus, wat de fuck hebben jullie gezegd? We hadden een hele tactiek. Ja. Een heel verhaal, maar eigenlijk aardig dagen. Wij moeten iets dwingender zijn en gewoon zo snel mogelijk onder die 39 seconden komen. Wij gaan even in beraad. Oké, 39 seconden, dat is heel kort. Dat is echt onmogelijk. Hoe gaan we dit doen? We kunnen doen dat er iets met de stoelen is. Dat hij afgeeft of zo. Ja, hij geeft van, af, kijk even. Jongens, volgens mij geeft een van deze stoelen op. Kijk eens even, zit hem rood op jouw broek? Nee, oké. Okay. Haha, opstaan, ja. Plaatsvergaan. Het moment dat zij gewoon maar met een reet van de stoel afkomen, ploffen wij er neer. Ja. Het moet gewoon dwingend zijn. We moeten gewoon snel mogelijk zitten. Als dit lukt, is het gewoon 150 euro waard, man. Let's do this. Oké, wij gaan nu naar binnen en we gaan een plekje zoeken voor de heren. Er zitten hier heel veel mensen te studeren. Het belangrijkste is dat we iets zoeken wat verder weg is dan bij ons. Ja, want zij hebben ervoor gekozen om iemand te doen die naast de deur valt. Niet heel handig, want dan ben je zo. Kijk hier, wat vind je hiervan? Dit hoekje hier. Ja, daar hebben ze die twee dames daar. Ja, rond de tafel. Dat wordt een ding. Alle spullen liggen op tafel, zijn heel serieus bezig. Ja, daar wordt hem. Ja. Oké, de slachtoffers zijn bekend. Jullie kunnen naar binnen, jongens. Ja, daar komen ze. Als de deur open gaat, start jij de timer. Die tweede deur, denk ik. Ja, maar. Ja. Ja, dat kan. Oh, ze gaan rennen. Ze gaan rennen. Oh, daar gaan ze. Hoi. Sorry. Volgens mij geeft één van deze twee stoelen geven af. Ja. Toch? Je hebt gisteren gaf af. Nee. Helaas. Kun je heel veel staan? Nee. Maar ik zeg je, één van de twee is echt... Jullie moeten iets doen, hè? Nee, helemaal niet. Nee. Maar één van de twee geeft af. Nou, ik denk dat het mij... Ja. Zullen we even kijken? Ja? Nee, jouw is het niet. Is die voor jou?
Is die voor jou? Is die voor jou? Kijken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Is dat? Nee. 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 Nou, volgens mij weet het natuurlijk al mee. We hebben zelf ook getimed, maar wat zegt jullie telefoon? Eén seconde. Maar dat betekent dat wij winnen? Kom maar, Greg. 1, 50, 100. Ja, 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 ja. Bam, 150 ja, euro. Sorry, één 100. Seconde. Ja. Maar die ene seconde levert onze pot gewoon weer 150 euro op. Ja, het scheelde weinig, maar met deze gewonnen 150 euro komt onze pot totaal op 500 ekkies. Lekker. Je kan Greg volgen op Man Cave en je kan Marcia volgen op Beautycloss. De link staat in de beschrijving. En je kan ons volgen op Giergas, maar daar zit je natuurlijk al. En dan zie je volgende week gewoon weer een nieuwe aflevering. Later. Later. Doei.